Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we eens even weer een singles love reading opnemen. Het is alweer even geleden dat ik daarvoor ben gaan zitten. Omdat eigenlijk in heel veel video's een paar weken geleden toch wel naar voren kwam dat er iemand in het energetisch veld wel licht naar jou toe aan het komen is. Maar de laatste tijd komen er weer heel veel readings naar voren over jouw eigen ontwikkeling. Dus waar het stukje liefde eigenlijk niet meer in meegenomen wordt. Nu zijn het natuurlijk collectieve berichten, dus neem echt alleen van jou wat van toepassing is. Mocht je in een mocht je niet als single kijken, maar heb je wel interesse naar deze reading, wees welkom. Neem alleen het stuk dus wat voor jou van toepassing is. Het kan natuurlijk ook zijn dat daarin wat boodschappen naar voren gaan komen. Maar laten we eens gewoon eens beginnen. Laten we eens kijken wat er op het kanaal naar voren mag komen. Oké, we hebben honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Oké. En we hebben express your love. You're ahead and make the romantic gesture. Onderkant daar krijgen we soulmate. Yes, this is your soulmates. Oké. Dus mocht er nog niemand op jouw pad zijn gekomen, dan kan dit dus wel zijn. Dat kan dus voor mijn gevoel ook zijn, mocht jij nog op vakantie gaan de komende periode, want de meivakantie zit er natuurlijk ook aan te komen, dan kan het zijn dat je daar iemand gaat treffen waar je dat bouwgevoel mee hebt. Het kan wel zijn dat er bepaalde geloofsovertuigingen daarmee gemoeid gaan. Dus mocht je naar het buitenland gaan of wat dan ook, of je treft hier in Nederland iemand. Misschien heb je al contact met iemand, kan natuurlijk ook. Maar dat daar een bepaalde afstandselement in verwerkt zit. Of heb je iemand op het oog waarmee jij een goede vibe hebt. Of ja, misschien ben je wel al verliefd op iemand, maar weet je niet hoe de ander erover denkt. Er gaat dus de komende periode een verandering plaatsvinden. Het heeft te maken met die spiritualiteit. Een stukje spirituele reis waar eraan gekoppeld zit. En nu hebben we de laatste weken best wel een persoonlijke reis waar we het over hebben tijdens de readingen. En door die persoonlijke reis maak je dus ook wat ruimte vrij in je hart. Blokkerende energie wordt opgelost, waardoor het dus ook mogelijk is voor een aantal van jullie, of meerdere van jullie, dat die soulmate dus dichter naar je toe aan het komen is. En we krijgen hier obstakels. Look for ways around the obstacles to find happiness. Dus neem een blik op hetgeen waar obstakels zijn, maar hoe je hier omheen kunt gaan. Wat we net al zagen, kan het dus ook te maken hebben met dat stukje religie. Hoeft totaal helemaal niet het geval te zijn. Misschien is het de afstand. Misschien is het gewoon dat een ander nog in een verbinding zit. Of misschien zit jij nog in een verbinding, maar heb je het gevoel van, oh, ik voel een bepaalde aantrekkingskracht van een bepaald divine soulmate. Maar ik kan het niet plaatsen. En we hebben Cupid. Love is in the air when Cupid's around. Dus er hangt iets in de lucht voor de lieve mensen die nu kijken. Mocht dit jou aanspreken, dan kan het dus allemaal mogelijk zijn de komende tijd. En dan hebben we het een beetje over dat er inzichten gaan komen. Misschien als je op vakantie gaat. Dat je iemand treft. Misschien dat de persoon die jij mag gaan treffen hier in Nederland op vakantie is. Of voor de Belgische kijkers in België. Waardoor jij dan iemand misschien treft. Onverwachts. Waarbij een acute vonk overspringt. Maar dat er misschien een barrière in taal is. Waardoor het lastig is met elkaar in contact te komen. Maar spiritueel gezien zit die connectie er wel al. Spiritueel gezien zitten jullie al in die stroming. Want het is zo geregisseerd vanuit het universum. Wat ik hier wel zie is dat jij als zelfstandig persoon, misschien ben je al een enige tijd single. Misschien ook nog niet zo heel lang of ben je nog niet single. Maar het
voelt het in jullie relatie dat het niet meer prettig is. Ik voel hier dat voor de mensen die al een tijdje single zijn, of eigenlijk misschien te veel in jouw zelfstandigheid staan, dat dit als obstakel misschien kan zijn voor de ander. Omdat je wat moeilijker benaderbaar bent vanuit de andere partij. Omdat jij een bepaalde normen en waarden voor jezelf neer hebt gezet. Je hebt bepaalde conditioneringen omlaag gelaten. Maar voor een ander kan het zijn dat je moeilijk benaderbaar bent. En dat stukje moeilijk benaderbaar kan dus ook zijn in een bepaalde taalbarrière. Hè? Dat je daardoor moeilijk benaderbaar bent. Nu kan het ook zijn dat bepaalde angsten even op gaan spelen als je deze persoon ontmoet. Maar we gaan eens even verder kijken waarom die angsten, dat ze gegrond zijn. We krijgen de 10 van zwaarden met de keizer en de toren onderkant dek. Oké, dat vind ik wel interessant. Als je als vrouw of man aan het kijken bent, kijk even welke energieveld van jou is. Hè? Want er komt nu hier een mannelijke energie op tafel, hoeft totaal niet dan daarmee gemoeid te gaan. Kan ook vrouwelijk zijn. Maar dat is nu eenmaal op de tarot qua kaarten. In het energetisch veld stroomt alles. Dus daar maken we dan ons eigen niet zo druk om. De 10 van zwaarden geeft eigenlijk wel weer dat je veel, je hebt veel werk verricht. Je hebt ontzettend veel werk verricht. En je zit eigenlijk in zo'n positie waarbij jij misschien nu helemaal niet bezig bent met de liefde. Ondanks dat je er wel voor open staat, ben je er misschien helemaal niet mee bezig. En dat komt omdat jij bepaalde energie hoog houdt, bepaalde structuren voor jezelf neerzet. Maar ben je al langer single, kan dit ook zijn dat dit ervoor zorgt dat je dus minder benaderbaar bent. Omdat jij eigenlijk de leiding over je eigen leven hebt genomen. Omdat jij niet pertinent iemand nodig hebt om dit leven te doorlopen. Omdat je misschien wel te veel in je mannelijke energie staat als je als vrouw aan het kijken bent. Of als je als man aan het kijken bent dat je te weinig vrouwelijke energie toont. Maar het gaat wel als een schok komen. Dus het komt echt onverwachts als je er eigenlijk niet mee bezig bent. Als je van het leven aan het genieten bent, lekker je eigen ding aan het doen bent, je eigen ontwikkeling, misschien met vriendinnen op pad. En dan boembats word je hiermee geconfronteerd. Boembats krijg je dit voor de kiezen. En dan kun je merken van oké, ik heb een bepaalde compleetheid in mezelf ontdekt. En die compleetheid zorgt er ook voor dat ik eigenlijk comfortabel in mijn leven sta. Maar het kan er dus ook voor zorgen dat je zoiets hebt van oké, en nu dan? Wat kan ik er nu mee doen? Wil ik dit wel? Dan ga je weer in je denken schieten. Maar blijf vooral voelen. Blijf vooral voelen wat en hoe het voor jou ervaren wordt. Niet in je hoofd gaan zitten, want in je denken dan blokkeer je de energiestroom naar elkaar toe. Onderkant dek krijg ik weer de ridder van munten. Dus de energie kan wat trager zijn. Maar het is wel zo dat je beide of dat de andere persoon er echt aan wil gaan werken. Waar jij misschien beren op de weg ziet. Of de andere beren op de weg ziet. Want het kan natuurlijk ook vice versa zijn. Ziet jij of de ander er eigenlijk alleen maar het stukje harmonie in. Het stukje waarbij je eindelijk samen mag komen. Want het is echt een sterke verbinding wat ik hier voel. Ik voel echt helemaal mijn hart oplichten en geluk overspoelt mij. En dit is het gevoel wat dus aan die reading gekoppeld zit. En mocht dit dus jouw energie zijn, dan wordt een nieuwe beker aangeboden. En dat zijn dus mogelijkheden. Misschien heb je meerdere personen op dit moment op je pad al. Door middel van misschien een dating app of misschien dat je het gevoel hebt dat er meer mensen jou in het vizier hebben. Kan allemaal natuurlijk. Maar we pakken eens even een ander dek erbij. We gaan eens even kijken wat we hier aan toe mogen voegen. Wat mogen we hier aan toevoegen waar eventueel
de stagnatie die hier dus zichtbaar is, opgelost kan worden. Wat is daarvoor nodig? Eraan blijven werken. Goed blijven voelen. Eraan blijven werken. Nu is het zo, als je single bent, al een tijdje, dan is het ook eraan blijven werken als er een nieuwe verbinding komt. Wat ik al zei, kan het dus zijn dat je deze persoon gaat treffen op een feestje, misschien op vakantie. Misschien heb je dat je uitgenodigd bent op een bruiloft of een verjaardag. En dat je dan in één keer iemand treft en die ook vrienden van vrienden weer via daar binnen is gekomen of wat dan ook. Dus we krijgen de toren weer. Maar dan op kop. Oeh, dat vind ik bijzonder. Want dat kan zijn dat je bepaald iets probeert te ontwijken. Wat probeer je te ontwijken? Wat probeer je te ontwijken? Het kan zijn dat als jij die persoon tegenkomt, dat je die persoon probeert te ontwijken. Maar dat gaat jou niet lukken. Want die persoon heeft de ambitie om elke keer met jou in contact te komen. Die probeert op welke manier dan ook met jou in contact te komen. Lukt het niet via door een taalbarrière, bijvoorbeeld door de taal, dan gaat er een taalapp komen, een vertaalapp. En anders wel via handen en voeten werk. Maar er gaat gecommuniceerd worden. Oké. We zien zelfs een zes van zwaardekaart met de aas van zwaarden. Dus het kan zomaar zijn. Die komt op kop. Moet ik hem op kop nemen? Nee. Oké. Het kan zomaar zijn dat één van jullie twee. Passie is er zeker wel. Eén van jullie twee komt op een moment dat er een verschuiving plaats gaat vinden. Een verandering. Het kan zijn dat iemand dus iets achter gaat laten om bij jou te kunnen zijn. Of jij gaat iets achterlaten om bij de anderen te kunnen zijn. En dit is een moment waarbij jullie communicatie ook vernieuwd gaat zijn. Energetisch connecten jullie heel erg, waardoor het niet altijd nodig is om met woorden te spreken. Maar dat jullie energetisch ook kijk, natuurlijk een taalbarrière is iets anders. Maar het gaat ook om de energetische vibe die jullie hebben. En hier gaan jullie in shiften. Hier gaan jullie een nieuwe staat van zijn invinden. Intuïtief, spiritueel, emotioneel. Dus de verbinding is eigenlijk al geactiveerd op het moment dat jullie elkaar gaan zien. Maar het is aan jullie hoe je hier dus in omgaat. En één van jullie twee zal er meer de schouders onder zetten als de ander. Want het kan zijn dat er één van jullie twee dus even dicht klapt. Dat het spannend is, het is nieuw, het is eng. Maar de passie en de vurigheid tussen jullie twee is behoorlijk. En het gaat succes zijn als jullie verder dit gaan ontwikkelen. Nu kan het zijn, want hier ligt veel zwaarder energie op tafel, dat jullie te maken hebben met waterman, weegschaal of tweeling. Misschien heb je dit zelf in je chart zitten. Eens even kijken wat ik nog bij die koning van staven mag toevoegen. Kijk eens. Kreeftenergie komt hier ook naar voren. Dus het kan ook zijn dat, dat jij of hij of zij ook nog kreeft in een chart heeft zitten. Er gaat gecommuniceerd worden. Maar onbewust kan het zijn dat als je in je hoofd gaat zitten, dat je ja maar dit, ja maar dat. Overal excuses voor verzint. Ja, maar dat kan niet goed zijn en dit is niet goed. En ja, maar dat en dat en dat. Dan is het een stuk dat je nog even mag herstellen en helen. Want dan is dat een pijnstuk wat blokkeert om die vurige energie, die passie en inspiratie naar elkaar toe uit te kunnen spreken. Het is wel een persoon die jij gemanifesteerd hebt. Dus of het is de een of de ander, kan dus weer terugkrabbelen. Maar ik voel dat de andere partij, waarvoor ik nu naartoe kijk, zeg maar, de schouders er echt onder wil zetten om iets neer te zetten. Maar het kan wat langzamer gaan als waar je misschien
open voor staat. Of dat het wat meer tijd nodig heeft voordat je je eigen meer open kunt stellen. Want het is natuurlijk, mocht je al langer single zijn, kan het dus best wel wat teweeg brengen om je eigen daarin weer open te stellen. Hè? Ik heb er toevallig pas ook met mijn moeder over gehad. Ik ben natuurlijk zelf ook al een hele tijd single. En hoe zou ik dat omarmen als ik weer iemand in mijn leven tref? Trek ik ook een muur op of niet? Of, er zijn allemaal elementen waar ik ook in mijn gevoel naartoe ga om dit te beleven en te ervaren en daarin inzichten te krijgen. En ik zeg altijd, alles om een reden. Dat gesprek is er toen waarschijnlijk ook om een reden geweest om dit nu ook aan jullie over te kunnen brengen. Probeer je eigen dan ook open te houden. Al is het maar een kiertje wat je open laat staan. Spreek ook gewoon uit als iets jou benauwt. Als iets wat beangstigend is. Of dat je het gevoel hebt van, oh, doe ik er wel goed aan? Als het allemaal maar bespreekbaar blijft, dan zul je iets kunnen creëren. En als er een taalbarrière is, probeer dan met een vertaal-app te werken. Of probeer het dan op andere manieren te doen. Energetisch vooral ook blijven voelen wat de energie tussen jullie twee is. Want dat stukje energie tussen jullie twee is een hoogstaand stukje divine commitment. Waar echt een hele mooie balans in kan komen als jullie er beide maar aan blijven werken. Nu is het zo dat ik hier wel zie dat één van jullie twee dus waarschijnlijk misschien of gaat verhuizen of de nodige stappen gaat zetten om dit te kunnen gaan creëren. Misschien als je iemand treft die de taal niet kent, dat die de taal gaat leren om met jou te communiceren. Of dat jij de taal gaat leren van de persoon waarmee jij connect. Zodat je dichter naar elkaar kunt groeien en dus ook elkaar beter kunt begrijpen. En dat heb je er ook voor over. Probeer je eigen er ook voor open te houden. Probeer dus ook die vernieuwing in te gaan zetten. Want deze nieuwe verbinding geeft misschien ook wel het stukje enthousiasme en nieuwe inzichten. Nieuwsgierigheid. Maar door jullie verbinding te connecten, zal er iets langdurigs neergezet kunnen worden. Is de ambitie voor een lange termijn verbinding echt mogelijk. Maar de obstakels dienen wel eerst overwonnen te worden. Of dat het nou in jou zit of in de ander. Het kan in beide zijn. Het kan de situatie zijn, het kan de afstand zijn. Dat zal voor iedereen anders zijn. Maar de uitkomst is hetzelfde. Als je eraan blijft werken en ermee leert om te gaan, en de stappen ook samen leert te maken, dan kan er een mooie nieuwe mogelijkheid komen op stabiliteit. Nieuwe ideeën, hoe je iets vorm kunt geven. Het stukje communicatie wat heel belangrijk is. Dus dat is wel een hele mooie uitkomst eigenlijk wat er mogelijk is in deze verbinding. Maar het ligt natuurlijk aan jezelf of dat je dit aan gaat pakken of niet. Nu kan het ook zijn dat je die deur dichtgooit of de ander gooit de deur dicht. En wat doe je dan? Dan mag je dit ontkoppelen van je systeem. En mag je het universum inzenden. Het vertrouwen hebben dat hetgeen mag komen wat voor jou bestemd is. En als deze verbinding voor jou bestemd is, dan komt het op een ander moment toch weer op jouw pad. Dan komt er weer communicatie tot stand, dan komt er weer contact. Want het contact ligt hier, hè? De passie ligt hier. Het is alleen ook het stukje vertrouwen houden op hetgeen wat komen mag. Of mag gaan komen. Waarbij ook het stukje mysterie wat deze verbinding met zich meebrengt, dat je dat kunt omarmen. Zodat angsten en illusies ontkoppeld kunnen worden. Nou, lieve mensen, dit is voor mijn gevoel toch best wel een indrukwekkende soulmate reading. Mocht je dus nog niet single zijn, dit kan ook jouw stuk zijn natuurlijk. Laat vooral een berichtje achter of een like als je nog op vakantie gaat. Of als je het gevoel hebt dat je deze persoon al tegen bent gekomen.
om welke reden dan ook jij het in jouw energetisch systeem al voelt van er zit iets aan te komen, maar ik weet alleen nog niet wanneer. Laat het mij weten, want ik ben heel benieuwd hoe jullie erin staan. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag weer bij een volgende video. Doei doei!